live en coronaproof vanuit het station van Leuven. Ja, een toffe plek om te zitten op vrijdagavond, zo net voor de kerstvakantie. Het bougeert hier langs alle kanten. Je kan dat meezien als je kijkt in onze Stubru-app. Je kan ook via het kanaal van Studio Brussel op Proximus. En Telenet kan je ook zien wat er hier gebeurt. We zwaaien even naar degenen die aan het kijken zijn. En dan zie je ook, of misschien zie je het niet, maar zijn uniform verraadt het al een beetje. Maar bij ons zit de big boss van het station hier in Leuven. Dag, stationschef Stijn. Goedenavond iedereen. Je mag een beetje dichter bij je microfoon praten. Een beetje dichterbij. Ja, voilà. Jij bent de grote baas hier. Dankjewel om ons zo hartelijk welkom te heten. Ja, welkom in het huis. Ja, ja, wat is jouw exacte taak als stationschef? De dagelijkse werking in de goede banen leiden. Uh-huh. Ja, dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar het komt er een klein beetje op neer. Ja, je bent de dienstleider uiteindelijk. Zo, dus, orders geven, bevelen. Orders geven, inderdaad. Op een militaire manier haasten. Nee, we gaan er een klein beetje hedendaags mee om natuurlijk. Ja. Ook, hè. Dus het is niet zo enorm strikt. Nee, oké. Okay. Nu dat we hier in het station staan, een goed moment om eens te vragen hoe dat het afgelopen jaar hier geweest is. Speciaal, maar dat is voor iedereen zo geweest uiteraard. Het is hier rustiger dan het normaal gezien is geweest. Dus... Je zou dan denken misschien dat het beter is voor ons, maar het is toch een rare realiteit uiteindelijk. Ja. Omdat hier in Leuven zijn we gewend van een 30.000 tot 35.000 dagelijkse reizigers te hebben. Ja, het is wel een flink stukje minder geweest dit jaar uiteindelijk ook. Dus ja, vreemd, zoals het voor iedereen is geweest uiteindelijk ja, dit jaar. Maar misschien Stijn, stationschef hier in Leuven, heb je dan meer tijd gehad om gitaar te spelen? Want als je mee aan het kijken bent, hij zit hier te blinken met een gitaar. Ik vind dat cool op zich al, het idee, een stationschef die gitaar speelt. Nu hopen dat het ook naar iets klinkt, ja, het is, Stijn. Een beetje kumbaya. Ja. Zeg maar, nee, ja. Wie wil je eerst bedanken met jouw plaat? Wel, omdat het toch een beetje een vreemde situatie is geweest, zou ik graag de collega's bedanken. Een beetje klassiek natuurlijk wel, maar het is uiteindelijk dat wat het fijn maakt uiteindelijk ook. En waardoor het allemaal een beetje draaglijker wordt om het iets een beetje zwaar gesteld uiteindelijk. Nee. Ik wil de mensen bedanken die het aangenaam maken om elke dag hier te zijn. En we gaan dat gewoon zo verder blijven doen natuurlijk. Hè. Dat is keigoed. Dus we gaan jouw plaat niet zomaar draaien. Je gaat die live spelen. Jouw Beats of Love. Welk nummer is het geworden? Het is Black Dog. Van Arlo Parks, een covertje, maar het is een nummer wat gaat over de depressie. Maar dit jaar is eigenlijk een beetje een langrekte depressie geweest voor vele mensen uiteindelijk. Dus ik ga er ook aan toevoegen dat de eerste zin van het nummer I'd lick the grief right off your lips is. Dus niet het meest corona-proof zinnetje wat er is. Dus neem dat alsjeblieft niet letterlijk. Nee. Neem het figuurlijk. We beloven het. Kijk, ik vind dit spannend. We gaan de stationschef van Leuven. Je moet trouwens niet weglopen, want we hebben hem al horen soundchecken. En hij klinkt veel beter dan je zou durven vermoeden van een stationschef. Vooroordelen. Maar, ja, daarmee wil ik de druk ook niet opvoeren. Maar hier is Stijn. Take it away. Jouw Beats of Love, helemaal live gespeeld hier in het station in Leuven. Grief right off your lips. You do your eyes like Robert Smith. And sometimes it seems like you won't survive. Let's go to the corner store and buy some fruit. I would do anything to get you out your room. Just take your medicine and eat some food. I would do anything to get you out your room. Thank you.
off the fire escape. To make the black dog go away. And sometimes it seems like you won't survive this. And honestly, it's terrifying. Sake. Prachtig. Applaus ook van de boys van Disco Bar Galaxy die er al zijn toegekomen. Ik had het toch gezegd dat het een ontzettend straffe stationschef is. Hè? Ja, Stijn, ik heb een klein voorstel voor jou. Als er nu een trein hier in Leuven een paar tientallen minuten vertraging heeft, dan stel ik voor dat jij als stationschef jouw gitaar neemt, op het perron gaat staan en een paar nummers ten berde brengt. Ja, ik denk dat onmiddellijk aan Perfect Day van Lou Reed of iets van Sepultura misschien zo. Dan, nee, maar om het toepasselijk te maken. Ja, it is alles stationschef over het hele land. Jij bent, jij bent gewoon de muzikaalste van iedereen. Dankjewel voor de hartelijke ontvangst hier. En blijf vooral gitaar spelen, zou ik zeggen. Dankjewel om mij hier te hebben. Er komen trouwens heel veel fijne reacties binnen op jouw mooie cover van Arlo Parks. Jouw Beats of Love, hier gewoon live gebracht door de boss van dit station. En ondertussen gaan we een beetje dansen, deze Walk the Moon. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up. Het Heimlich-manoeuvre.